Hey, hey, welkom terug bij Karen's Papercraft. Welcome back, thank you very much for watching. Wat leuk dat je weer kijkt, dankjewel. En vandaag heb ik deze mooie geschenkdoos om je te laten zien. Today I wanted to share this beautiful gift box with you. And I make a gift box like this when I give somebody a card in person. Ik maak zo'n doosje wanneer ik iemand persoonlijk een kaart overhandig. Kijk, een bijpassend doosje met een mooie voering, with a beautiful liner. The filming of the card, I'll make a separate video. Voor de kaart zal ik een apart filmpje draaien. Niet iedereen weet hoe je zo'n kaart kunt maken. Not everybody knows how to make a card like this. So, if you're interested, there is a separate video. Als je geïnteresseerd bent, er is een aparte video. En de link staat hier beneden. De link is below. Today is going to be about the box. Vandaag gaat het over dit doosje. Zo kan ik hem weer in elkaar schuiven. Slide the belly band back on. And you have a beautiful gift. En je hebt een mooi geschenkje. Goed, wat heb je allemaal nodig? What do you need? You need two pieces of cardstock. Twee stukken kaartkarton. And these are 11 by 8 inches. And you need one piece of designer series paper, 12 by 12. Eén stuk designpapier, 12 by 12 heb je nodig. En dan maak je de wikkel mee, de voering en de kaart. This is for the belly band, for the liner. And what is left you can use for your card. First I'm going to make the box. Ik ga eerst het doosje maken. En ik moet dan rillen. Zoals ik al zei, deze is 8 inch by 11 inch. En je gaat voor allebei de stukken hetzelfde doen. You do exactly the same thing for both pieces of cardstock. Oh, daar gaat de stempelblok. Hang on. I managed to knock down a clear block. My scoring tool. Okay, with a long side top, met een lange zijde boven, you're going to score at 6 inches. And 10.5 inches. Dus 6 en 10.5. Een kwartslag draaien. A quarter turn. And then you score at 2.5. And 3.5. 2.5 en 3.5. En dat doe je ook zo voor het andere stuk. And you repeat this for the other piece. You fold and burnish all your score lines. Je vouwt alle rillijnen en je loopt ze na met het vouwbeen. Zodat je dus eindigt met twee gelijke stukken. Zodat je end with two the same pieces. And again, you're going to treat them in the same way. En je gaat ze ook allebei op dezelfde manier behandelen. Je gaat eerst wat de bodem wordt knippen. First you're going to cut what is going to be the bottom. So you cut up. And you cut up. And this one you wedge. Deze knip je dan zo schuin in. Deze ook. Ook hier. Dit wordt je plakflapje. This is going to be a glue flap. A tiny one. Heel kleintje. Zo. Hier knip je recht omhoog. Here you cut up straight. Dan heb je dus dit. Dan keer je hem om. You turn it over. You take your grid paper. And you put your... How can I... Well, you put it between 2-inch lines, and then from either end, so you align it with a grid line of an inch, or well, you align it with a grid line, and then you make a pencil mark 1 inch from the side. So 1, 2, 3, 4 of these little squares, that is 1 inch. So 1 inch from the left, 1 inch from the right. Then you want your paper trimmer. Dan heb je
papiersnijder nodig. En dan ga je snijden van dat potloodstreepje naar de hoek. So you cut from your pencil line down to the corner. Like this. You turn your paper. You fold this one like that. And then you again align your corner there and your pencil mark there. Dus zorg ervoor dat ze mooi op die groef liggen. Make sure they're on the groove. And then you cut. That's the second one. Now you fold in this flap. Je vouwt die flap naar binnen. En dan leg je hem hier zo tegen de zijkant aan. You align it. It butts up against this. It's a higher ridge, zo'n hoge opstaande richel. Dan leg je hem tegenaan. En dan snijd je zo dit ervan af. Ik leg hem even weg. I'm putting it away for a minute. Just to finish this first half. And now you can cut off this part. Nu knip je deze eraf. En dan is één helft klaar. And then you have one half of your box finished. And I'm going to repeat with the other half. Ik ga hetzelfde nog een keer doen met de andere helft. So you have two identical halves. Dus je hebt twee precies dezelfde helften. Nu ga je tear and tape erop aanbrengen. You're going to put some tear and tape on. First on these little glue flaps. Allereerst op deze kleine plakflapjes. En dan aan de binnenkant. Dus je keert hem om. On the inside. So you turn over your paper. And this large rectangle here. On one of them you put down tear and tape along the two sides. Op één van die beide zet je de tear and tape op die lange rechthoek langs de zijkanten. Dus dat is de ene, that's the one. En op de andere helft, ook hier het plakflapje, the other half, the glue flap as well. And here, you put down your tear and tape in a U-shape. En bij deze, dus op die lange rechthoek voor de bodem, zet je hem in een U-vorm. Even goed aanduwen. Make sure they stick well. En dan zetten we eerst de zijkanten tegen elkaar. First we're going to attach the two sides together. And I'm looking for my paper piercer. So you lift the backing. Je haalt er die papier even vanaf. En dan zorg je ervoor dat hij mooi recht aansluit. You make sure you align these very neatly. Push down, turn over and fold in the side. And again, remove the backing, achterkantje eraf. En dan ook hier weer even zorg dat je mooi aansluit. And this is how your box is going to go together. Now it does help if you push down the lid first. Het helpt een beetje als je eerst zo dat deksel een beetje invouwt. Dan heeft het doosje wat vorm. You give a box some shape. Now then. First you do this one. And then you do the U-shape one. Dus eerst doe je die met die twee streepjes. The one with the two pieces of tear and tape. Look from above. I'm going to stand up now. So that I don't put my head in the camera. And then you make sure your sides align. Dat die zijkanten mooi aansluiten. Zo, dat kun je voelen. You can feel that. Sitting down again. And now I remove the backing on the U-shape side. Nu ga ik de achterkantjes die ik in een U-vorm had geplakt eraf halen. En weer hetzelfde. And again, from above, feel where the sides of the box are. Push down. And then you have the basics of your box. Dan heb je dus de basisvorm van je doosje.
Zo kun je hem openvouwen en nog even goed aanduwen. Nou is die binnenkant natuurlijk niet mooi. I don't like the inside. So I'm going to make a liner. Ik ga daar een voering voor maken. Dus ik leg deze even opzij. I'm putting my box over here for the time being. And I'm going to show you how to make the liner and the belly band. And again, you need your paper trimmer. Je hebt de papiersnijder weer nodig. Het papier heeft een richting. The paper is directional, so make sure you have it like this. And first you start by cutting off. And let me just check my notes. 3 3/8 inch. Dus je snijdt er 3 3/8 inch vanaf. Dus 3 1 2 3 3/8 inch. Am I correct? 1 2 3. Yes. 3 3/8 inch. This is going to be your belly band. Dit wordt de wikkel. Die leg ik ook even opzij. Dan heb je dit stuk over. You have this piece left. And you cut it down to 7 1/8 inches. And I'm going to have to extend the arm now. Ik moet even die arm uitklappen. Zo. 7 1/8. Yes, 7 1/8 inch is what I said. So 7 1/8 inch. This you can use for your card. Hier kun je straks je kaart mee bekleden. Dit wordt de voering. This piece is going to be the liner. Right, now then, for the side that you don't want to see, you start with that one top. Daar begin je mee aan de bovenkant. And then you score on all four sides at 1/2 inch. Dus aan alle vier de kanten, 1/2 inch. En je begint boven met de kant die je niet wilt zien. Dan clear je papier weer, you turn over your paper, and now you score at 1 3/8 inch. En nu ril je op 1 3/8 inch, ook weer rondom. Again, on all four sides. Deze rillijnen ga je ook weer vouwen. Again, you're going to fold all these score lines. And instead of folding like this, now I'm folding upwards to make a neat corner. Om een mooi hoekje te krijgen, vouw ik hem dus nu eerst zo omhoog naar binnen. Op die 1 3/8 rillijn, on the 1 3/8 score line. And these ones I'm folding, the 1/2 inch ones I'm folding up like this. En die 1/2 inch vouw ik zo omhoog. Dan heb je dit. Dan ga je hier aan de zijkanten ga je ze inknippen, die vier rillijnen. You're going to cut up those four score lines on the two sides. So, like this. Then, you wedge that one. You shorten that one. You wedge again. And you wedge. Hier doe je eigenlijk hetzelfde. You do the same thing here. Schuin inknippen. Schuin inknippen. Korter maken. En schuin inknippen. Je doet hetzelfde aan de andere kant. And you repeat this. The other side. Dan ziet het er zo uit. En wat er nu speciaal aan is, this is what you have. And what is special about it, normally you would stick your glue flaps on the inside. We're going to stick them on the outside. We gaan ze aan de buitenkant plakken. Dus ik keer hem gewoon om. Ik pak mijn sealplas. En hier trek ik gewoon een plakhandje. With my seal plus, I just draw it across and put down a line of glue. And now I'm going to put my corner together and push the flap over.
put it in the corner, push the flap over, and then you push over that one to secure it. En dan vouw je die er overheen om hem even vast te zetten, zie je? Hier doe je hetzelfde. Dus je zet hem in de hoek, je put it in the corner, you push, put it in the corner, push. And push over that one. I haven't found it necessary to stick down those as well. Ik vond het niet nodig om die ook vast te plakken. Hij blijft toch wel zitten. It would move from your box. Okay, so you open your box and then you can put your liner in. And dan kun je dus je voering erin schuiven. Wat kan helpen is als je even met een mini glue dot, wat may help is dat if you put a mini glue dot in. And I'm looking for my paper piercer. So I'm just sliding in, so I'm making sure that it's on the bottom. And then you can secure it. Dus zorg ervoor dat je hem even aanduwt op de bodem. Naar beneden doe, push down and slide your glue dot in. And then you go around. En dan heb je toch een prachtig doosje, niet? Dat heb je al. This is a beautiful box already. Now for the belly band. Nu dan de wikkel. Oh, here is he. Weet je nog dat we begonnen waren met daar een stuk van af te snijden? You remember that we started by cutting off this strip. Okay, now, because you need 16ths of an inch extra, dat je 16 inches extra nodig hebt, is het het rillen even goed opletten. The scoring, you have to pay attention now. First you start by putting down a score line at 8.5. And then what you do is you move your that score line to the, let me draw it for you. I've done this before, but you may be new to my channel. On your scoreboard, you have these patterns bovenaan. Now, the 8.5 sit there. That's where the 8.5 is. And you move your paper to that one. So not to the next groove line, but the bit in between. Dus je beweegt je papier dan naar rechts, naar dat ding wat uitsteekt. Dus niet de groef, maar dat stukje wat ervoor zit. Dus ik heb gerild op 8.5. I've scored at 8.5. I'm moving it towards the right. That's 1/16 of an inch. And then you score at 3 inches, at 4, and 9 5/8. Dus op 3. 4 en 9, 5, 8. En dan past hij perfect. And you will have a perfectly fitting belly band. Ik ga het je laten zien. I'm going to prove it to you. First you fold your score lines. Je vouwt even die rillijnen om. Zo. En ik kijk even naar mijn camera. Ik ga even stoppen met filmen. Anders houd je er dadelijk mee op. I'm going to stop filming for a minute and check my battery. I think I was lucky there. Ik denk dat ik geluk had. It was flashing at me. De batterij was aan het knipperen. Ik was met de wikkel bezig. I was working on the belly band. So, this is the right direction. So, see, it's perfectly fitting. Past prima. Je moet hem ook niet te strak omheen doen. Don't glue it down too tightly. So what I do is I take my liquid glue, and along this edge, put down some glue, and along that edge, dus echt helemaal langs het randje, die gaan over elkaar heen, they overlap. So then you can what may be helpful is that you put something underneath. I often take a ruler. Doe gewoon een lineaal onder. Kijk, en dan kun je hem ook een beetje aanduwen. And then you can gently push down. En door die lineaal wordt hij ook net een beetje groter. And because of the ruler, it will be just a bit bigger. So that you're able to slide it off again. Easily. You see?
Okay, now then. Some ribbon. Nog wat lint. Dit is het fijn lint. The sheer ribbon in gorgeous crepe. And it's such a beautiful ribbon. It's so soft. Dus heel mooi zacht lint. Nou, dat gaan we eromheen knopen. We're going to tie a bow. And I don't want it slipping on me. Ik wil niet dat hij verschuift. Dus ik zet hem even vast met een pincet. I'm using some tweezers to hold it down for a minute. And then you can do some tweaking. Nog even wat bijwerken, zo. En zo. En dan ga ik nog even heel voorzichtig met mijn aansteker erlangs. And I'm going to use my cigarette lighter. I don't smoke. Keep one specially for this. Dan ga ik heel even kijken, maar heel kort, very briefly. You hold it against your ribbon. That's all that's neat. Because if you do it too long, it'll burn your ribbon. Dan vliegt hij in brand. Dus heel kort erlangs. Dus even zomaar. Very, very briefly. Dan raffelt je lintje niet meer. Then your ribbon doesn't fray anymore. Now I'm going to secure it with a glue dot. Ik ga het vastzetten met een plakpuntje. Mini glue dot. Ah, hier is hij. Zo. Gewoon onder mijn lintje. Just oh, my ribbon. Getting my ruler out again so I can push. Zo. En dan wil ik nog een leuk etiketje erbij. I want a nice label as well. And I'm using the double oval punch, the dubbele ovaal punch. En de nieuwe host stempel set. And the new host stamp set. Punch party, which is lovely. And I'm going to use that one and the happy birthday. No, for you, because happy birthday is going to go on my card. En weer twee mini glue dots. En again, two mini glue dots to secure it. In het midden, niet helemaal daar, want hij steekt een beetje eroverheen. So, in the middle, not at the very end. Because I'm sliding it off now, so I can put my hand in. Because I'm going to tuck it under as if it's hanging from the ribbon. See? And it's not sticking out here. Hier steekt hij toevallig niet uit. Maar als je het wel wilt, dan heb je daar die glue dot niet zitten. If it does stick out, you don't have your glue dot there. And then when somebody is watching, it never works. Wanneer iemand zit te kijken, lukt dat nooit. Ik word zenuwachtig. I'm getting nervous now. It does work. Het werkt wel. Zo. That's my box ready. And as I promised, there's a separate video for the card. En dat is het doosje klaar, zoals ik beloofd. Er is een aparte video voor de kaart. Dankjewel voor het kijken. Thank you very much for watching. And see you next time. Bye.